En dan nu? Hallo kijkers. In 1984 haalde ik mijn kandidaatsdiploma. Mijn kleine neefje vroeg toen aan mij, wat studeer je eigenlijk? Nederlands? Maar dat ken je toch al? Vandaag, hoe maak ik een lekkere brei? Begin allereerst een jaar te laat. En doe 2 dozen lettervermicelli, cijfers en letters van een plaatselijke fabrikant in een grote bak. En voeg daar een paar flinke scheuten water, dat net van de kook af is, aan toe. Roer het goed door, doe de deksel op de pan en zet de knop om. Voeg er een snufje ketenintendant aan toe en ook een paar blokjes cultural governance. Meng een toefje extrinsieke en intrinsieke waarden en klop dat op met wat sensory skills, kansen en verwachtingen. Neuzel er wat sociale media doorheen en laat wat cultuurstroom eroverheen gaan. Let wel op het DNA en zever er naar smaak wat ambities doorheen. Brabbel wat rollen van de overheid aan elkaar en roep een beetje economisch belang. Zet ondertussen de keteninfrastructuur op een klein pitje en roer voorzichtig een scheutje cultureel ondernemerschap erdoor. Tot slot strooit u er een eetlepel regeluwe participatie als decoratie overheen, u werkt wat rafelrandjes af en zet wat puntjes op de i met wat vage begrotingswijzigingen en klaar is de cultuurvisie voor de komende 4 jaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Dit is toch geen zin?